Hey, goed dat je er weer bent. We hebben vandaag weer een nieuwe workout. De workout doe je met alleen een rugtas. Met misschien wat spullen erin, om hem wat zwaarder te maken. Het is een kettlebell workout voor thuis. Elke oefening leg ik even kort aan je uit. Vervolgens doen we de workout samen met een timer. En heb je daarna 20 tot 30 minuten lekker getraind. Doe maar mee. De kettlebell swing. Pak hem bij het handvat aan de bovenkant vast. Draai een klein beetje in met twee handen. En we gaan hem heen en weer swingen. 10 keer bij ramen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en de laatste. 10. Netjes. Bij de volgende oefening plaats je handen in het handvat. En we gaan het gewicht boven je hoofd gooien. Een push press doen we 5 keer rechts en 5 keer links. Dus komt u door je knie heen, naar boven toe, omhoog duwen en rustig omneemt. 5 keer, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. Andere arm. Dus even goed vastpakken. Tegen de zijkant van je armen laten steunen, een beetje uit je lichaam. 1, 2, 3, 4 en 5. Netjes. De volgende oefening die we gaan doen is een deadlift high pull. Dat wil zeggen, je pakt hem in het ringetje vast. Je brengt hem omlaag door een klein beetje door je bovenlicht mee te zakken. Je gooit hem omhoog en je trekt hem met je ellebogen richting je kin. 10 keer, komt ie. Bij een zwaai, omhoog. 1, 2, 3, 4, 5. Netjes. Zorg ervoor dat die elleboog goed hoog zijn en dat je nek omhoog trekt. De laatste oefening die we gaan doen is een squat. Die squat die doe je natuurlijk gewoon op één schouder of eventueel op twee schouders dat je zelf lekker vindt. Tas hier, handen hier en squatten. 10 keer. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Goed gedaan, netjes. Deze workout gaan wij samen doen. Dus dat betekent dat we straks elke oefening 20 seconden rust krijgen en 40 seconden gaan trainen. Dat doen we 5 setjes achter elkaar, dus elke oefening 1 keer. En vervolgens dat rondje 3 keer achter elkaar. Intensiteit kan je zo hoog leggen als je zelf wil. Het is een lekker doorgaand tempo. Dus het enige wat je nodig hebt, is die tas. Nog een tip misschien voor elke oefening. Maak een knoopje in de achterkant als het kan. Blijf die banden wat dichter bij elkaar zitten. Mocht jij dan gaan slingeren of boven je hoofd gooien, dan flappen die flappen niet elke kant op. Yes? We gaan zo beginnen. Pak dan even een flesje water. Misschien een handdoekje voor je gezicht. Doe een raampje open, muziekje aan. En dan gaan we zo beginnen. Over 1 minuutje. Let's go. Het zijn niet de technisch meest moeilijke oefeningen. Op zich zijn ze ook niet heel makkelijk. Maar bij die kettlebell swing hebben we een paar tips. Je moet proberen om je armen lekker te laten zwaaien en voor je gevoel moet die ver van je afslingen. Vanuit je heupen ga je hem ook weer naar voren duwen en je komt rechtop bovenaan. Yes. We gaan over een seconde 15 beginnen. Timer zet ik aan en we gaan aan de slag. Let's go! Kettlebell swing is de eerste oefening. Oké, succes! Dus goed de achterkant van met je heupen recht terug houden. Armen lekker lang naar voren. En probeer als je het gevoel hebt dat die af en toe wat gaat vliegen, dat je wat meer voor je uit probeert te bewegen met je schouders. De lange schouders houden. En lekker bewegen, zit ik met die houden. Gaat goed, hou vol. Ben je bilspier goed aanspannen bovenaan, met je heupen recht, knieën recht. Netjes. Goed gedaan. Push press. In je hand.
Boven je hoofd, begin met je rechterhand, met je linkerhand, wat jij wil. Eerst even 20 seconden pauze. En zak niet te ver door je knieën. Oppervlakkig door je knieën. Een klein stukje. En tot boven je hoofd. Daar gaan we. Goed hè, hou vol. Klein stukje in je knie heen. Boven je hoofd, rechts naar beneden. Oké, netjes. Even rust. Andere armen stoppen. Zo even andersom gaan staan, dan kan je zien wat ik doe. 5 seconden. Dus klein beetje je bovenlichaam heen zakken, omhoog bewegen en het laatste stukje, je armen omhoog tillen, elleboog omhoog naar je knieën. Oké, succes! Omhoog en omlaag. Ga door, half vol, kom maar, je bent goed bezig. Netjes. Die squat, als je hem op je rug wil doen, haal even dat knoopje los. En dan plaats je hem volledig op je rug. Anders plaats je hem over één schouder. Hou je een beetje tegen en maak je squat. Laatste set. Van onder één natuurlijk, hè. Dan doen we nog 2 achteraan. Oké, ready or not? Here we go. Blijf nog in de helft vol. Maak voor jezelf een lekker tempo wat jij zelf kan volhouden. Op een bepaalde intensiteit zelf. Als je wat sneller kan, gaat het sneller. Als je rustig wil, doe het rustig aan. Yes? Hou vol. 10 seconden. Oké, rust. Ik zet hem heel veel pauze. Waarom? Misschien voel jij nu wel dat de tas te zwaar is of te licht is. Dus recht mij even een minuutje om te zorgen dat je wat meer of minder spulletjes in die tas doet. Misschien een andere tas pakken en dan gaan we zo verder. Yes? Oké, ben je er bijna klaar voor? Spulletjes gepakt. Andere tas, nieuwe tas, dezelfde tas. Maakt niet uit. Oké, dan gaan we even starten. Timer loopt zo weer. Oké, na 10 seconden beginnen we met de kettlebell swing.
Succes, daar gaan we. Let's go. Goed je heupen strekken. Goed naar voren bewegen. Lekker bewegingsritme. Zorg dat je lekker moe wordt. Goed, nou vol, we zijn er bijna. Netjes, heel goed. Oké, de press boven je hoofd. We zijn goed bezig, hè? Hou vol. Eerst de ene arm, de eerste arm. Oké, dan gaan we. Zijn er bijna. Come on. Oké, netjes hoor. Was het gedaan. Andere hand, andere arm. Gaat goed hoor. Hou dit vol. Dus lekker doorgaan. Word er lekker moe van. Gaan we weer. Komt ie. Nou komt het gevoel dat dit tegen je arm aanklapt, dat zien we een klantje gebeuren. Probeer dan omhoog wat rustiger te bewegen. Dus naar beneden, omhoog. Naar beneden, omhoog. Wordt heel klein een stukje minder intensief van. Als je vindt dat iets intensief is, doe het rustiger aan. Werk gelijk. Zoek dat hij komt weer. Iets meer boven je lichaam heen. Klein stukje. Omhoog zwaaien. Omhoog tillen. Elleboog hoog, kin. Handen net onder. Gaan we zo weer. Oefening 4 van setje 2. Daar gaan we. Goed hoor, netjes. Je zou merken dat deze een beetje lijkt de kettlebell swingen, de eerste beweging. Alleen daarbij gaan we naar voren toe. Nu gaan we wat meer omhoog. Daarbij triggeren we wat meer onze schouders en onze nekspieren. Hou vol, zijn er bijna. Oké, netjes. Squat weer. Maak hem maar even los, zodat ik twee schouders kan. En anders één schouder. Oké, okay, klaar voor? Gaan we. Ook weer net als de vorige keer. Rustig aan nog ook. Niet te midden naar beneden toe, probeer zo ver mogelijk naar beneden te zakken en omhoog te komen. Hou de beweging groot. Oké, netjes. We gaan naar de laatste ronde. En we zijn goed bezig, heel goed. Je krijgt hier even lekker warm van.
Vergeet de bilspieren niet, hè. Blijf ze aanspannen naar voren toe. Als je rechtop komt. Oké, netjes. Volgende oefening weer. Push press. Boven je hoofd. Mocht je nou echt vervelend worden. Pak even een flesje. Als je last hebt van het getikt tegen je arm aan. Yes? Oké, goed hier. Here we go. Die seconden, gaat goed, hou vol. Die zijn lekker bezig. Oké, netjes, even rust. Andere arm. Nog drie oefeningen te gaan. Push press, links of rechts, high pull en squat. Buitenkant en naar buitenkant. Handvatten naar je toe. Nou, op een gegeven moment te zwaar, neem je eigen rustpauzes, doe het rustig aan als het even niet gaat. Als het wel gaat, probeer door te gaan. En ook al is het in een rustig tempo, probeer één tempo te houden. Yes? We zijn er bijna, nog een paar seconden, nog twee oefeningen te gaan. Super goed gedaan, tot nu toe. Klasse. Ja, als het goed is, voel je wel lekker warm worden. Begin misschien een beetje te transpireren. Oké, okay, pak hem aan de bovenkant vast. Voet wat breder, dat hij tussen je benen kan zwaaien of dat kan zakken. Deadlift high pull, daar gaan we. Omlaag en omhoog. Heel goed, klein stukje naar beneden. Omhoog. En elke keer trek je hem richting je kin. Je probeert je ellebogen goed hoog te houden. Hou vol. Heel netjes. We gaan de laatste doen, de squat. Ik maak hem dit keer even een keertje los, zodat ik hem op mijn rug kan plaatsen. Dat is die andere variant. Oké, laatste oefening. Let's go. Goed, hè, vol. De laatste loodjes. Come on. Oeh. Super goed gedaan. Neem heel veel rust. Doe zo nog een kleine afsluiter. Kom ik zo bij je terug. Een kleine challenge als laatste. Die mag je als toegift doen. Hoeft niet. Een wall sit.
met de tas voor je. Dus je gaat met je rug tegen de muur aan zitten straks. Knieën 90 graden gebogen. Je houdt de tas voor je. En je gaat kijken hoe lang je dat kan volhouden. Dat doen we samen zo even 1 minuutje. En daarna is het volledig klaar. En dan hebben we het goed gedaan vandaag. Jullie hebben goed getraind. Heel goed. Ik voel zelf wel wat zweetdruppeltjes. Ik hoop jij ook. Pak je tas erbij. Zoek een muur. En dan gaan we van start. Supergoed. Hey, deze workout, 1 attribuut nodig, meer niet. Je bent lekker 20 minuten aan het trainen. Supergoed, super effectief. Voor nu, dank jullie wel en ik zie jullie de volgende keer.